Hoi, ik ben Jolien van Newsmonkey en vandaag stellen Karen Damen en James Cook hun nieuw programma Camping Karen en James voor. Wij zijn hier uitgenodigd in hun caravan en we gaan eens kijken hoe ze elkaar wel echt kennen. Ik weet dat heel goed. 25 oktober 1984. Wauw! Man, dat was shit. Ik heb nu van dat je dat weet. Ik weet het niet. Jawel, jawel. Je weet dat we exact 10 jaar schillen. Of niet exact. Op een paar dagen na. Het is juist. Is bij u de 22e? De 27e? 28 oktober 1974. 43. Ja, het heeft voor mij stoofjes gekocht voor op de camping. Voor in de douche, want ik had een schimmel na 2 dagen. En zij heeft denk ik een 39. Ja. James is een hondenmens. Zij is een kattenmens. Maar ze is wel aan het twijfelen voor een hond. Ja. James gaat voor het zot feestje. En jij gaat voor een gezellige naam. Ja. Ja. Jij gaat voor het zotte feestje. Zotte maar ook gezellige naam. Ik weet het wel, maar jij bent nog 10 jaar jonger, dus jij kunt nog voor dat zotte feestje. Ja, maar het is zo niet, omdat kan ik dat moet doen. Hè. Soms zeg ik ook gewoon een gezellige naam. Ja, gezellige naam. Ik wil een combi. Mag dat alsjeblieft? Ah, jai. Iets van Marco Borsato. Ik leef niet meer voor jou of zo. Iets van Marco Borsato. Ja, dat klopt. Als alle lichten zijn gedoofd, ben ik alleen met mijn gedachten. En bij u is dat 99 loofballons. Ja. Ja, ik heb belachelijk veel lijfliederen nee, in de lessen. Nee, 99 is echt uw lijflied. Nee, en ik zing dat gewoon veel, maar ik vind dat niet best toen je me dat rood gemokt. Nee, maar het gaat niet voor best zijn, want het gaat over lijflied. Ja, maar een lijflied is toch iets zo dat nee, bij u past? Nee, vind ik ook niet. Dat nummer van Marco Borsato het beste nummer. Hè. Ik vind dat gewoon, dat is echt zo'n nummer dat ik op mijn begrafenis wil. Ja, maar ik wil maar 99 loefballons niet helemaal begrafenis. 99 loefballons, dat is schoon. Oké, maar dan kan luchtballonnen om die kist en ook misschien naar boven. Ja, wil je geen kist? Wil je niet verbrand worden? Jawel, maar achteraf, hè. Ah ja, oké. Okay. Ja, sorry. Ja. Ik bestel voor James. Mag ik er eens even over nadenken? Want ik weet dat. Ik weet dat. Oh, deze vind ik zo leuk. Maar ik weet het keigoed wat jullie links eten. Hij is naartoe nu of zo? Nee, ik kom nadenken. Ik stond onder druk. Bestel maar al voor mij. Ik denk voor elkaar een quinoa salade. Als ze zo weer zo in haar dingen is, van ik zijn dik, is een quinoa salade. En anders? Frietje. Ja, een frietje of koketje zo, ja. Maar ik denk in de quinoa salade. Ik ben zo benieuwd wat ze nu gaan verkopen, want het gaat zo voort, hè. Wat heb je besteld van mij? De quinoa salade. Allee! Ja, als je dik staat, als je denkt van ik ben te dik, dan bestel je een quinoa salade. Maar quinoa mag dik? Ja, dan geen quinoa salade. Jij, ik weet niet, een stek met frieten of ja, zo. Ja, een stek met frieten. Met welke saus? Ik denk peperoni. Ja, goed. Ja, dat klopt. Nee, ja. Ik zou op restaurant. Oh, denk er vanaf in. Allemaal iets Thais, iets bekends. Ah ja, ja, dat had ik een keer kunnen weten. Ja, ja. Okay, kom, spoel dat terug. Wat zou jij voor mij bestellen op restaurant? Ik denk voor Karen dat ik. Hij stond dan daar te denken. Ja. Ik denk dat Karen Thais zou doen. Een keer checken. Karen, wat zou jij bestellen? Ik zou voor u? Nee, voor u. Voor mezelf? Ja. Iets Thais, iets bekend. Zot, hè? Serieus? Het gezeer is toch wel. Ik zou voor u een stick met frieten bestellen. Zot, en met welke saus? Toch niet? Pepersaus! Ja! Oké. Acht. Omdat ik weet dat hij mij 10 gaat geven en dat hij net iets minder drama queen is als ik. Als hij iets vindt, zal hem dat ook enorm duidelijk maken dat hem dat vindt. Maar hij maakt niet van een mug een olifant. En dat doe ik wel, dus vandaar dat hij mij 2 punten meer gaat geven. 11. Nee, maar dat is waar. Maar weet je, Karen doet altijd dat. Ik moet altijd zo mee lachen. Bijvoorbeeld, wij stonden een eerste ochtend op en zei, ik wil er nooit meer weg. Zij overdrijft altijd. Ze zegt ook, ik ben kapot, ik ben nog nooit zo kapot geweest, ja. Schat. Of, amai, ik ben nog nooit zo dik geweest. Christel, moet daar iets aan reizen. Christel, de vrouw, die zei altijd tegen mij, als ik beschrijft Karen is, dan zegt hij als enige zinnetje, nog nooit in heel mijn leven heb ik zo dringend moeten pissen. Of zoiets, ja, altijd. Nog nooit in nooit, heel mijn leven. Ja. Nog nooit. En zo, en broer. Altijd. Ja, maar ja, dat is zo. Voilà, maar ik vind dat wel grappig. Ik kreeg, dat gaat dat zien in de eerste aflevering. Ik kreeg daarmee plat als ze dat doet. Want die stond op en die zei, amai.
ik wil hier nooit meer weg. En dan denk ik, dat kan ik niet meer, daar kom ik niet meer bij. Zo, gewoon omdat je een beetje een keer goed hebt geslapen. Ik wil hier nooit meer weg. Ja, dat maar dat is altijd bij haar. Dus ook over positieve dingen, niet alleen maar drama's.